Soms is een wereldster zo dichtbij. Zoals hier in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Waar die er wel degelijk op gewezen moet worden dat het aanvang was. Aanvang van een bijzonder optreden. In wat hij zelf noemde een van de mooiste theaters in de wereld. En bovendien in zijn, tussen aanhalingstekens, home country. Ook dat. It's so great to be here, everybody. I'm so happy to be back in my home country. I've been here so many times. When I know it's funny, but when I come through customs, they say, "Welcome home, Lionel." I like that. De middag voor het optreden maakten we een wandeling langs de Amstel. Moesten het meteen maar even hebben over wat we in buitenlandse bladen hadden gelezen. Dat hij na twee mislukte huwelijken het nu aangelegd had met een Duitse. Heel slim ontweek hij een echt antwoord. We have an enormous problem with you. Problem with because it? Suddenly you seem to prefer German girls to Dutch girls. Don't even try it. Let me tell you something. You know, I'm not being prejudiced at all. But I like girls in girls in general. In general? In not general. German, not general. German. Oh, that's girls in general. You okay. Misunderstood me. Okay. There we go. But it seems that you have a sort of a special bond with Holland. Stars always say that, oh, this is my country, whether it's Sweden or Ukraine, but you seem to have something with our country. Well, first of all, I agree with you. And I'll tell you what it is. It's A, the people, the lifestyle. From the first time the Commodores ever came here, we fell in love with this wonderful, crazy, out of control city. I mean, it's just the country. First of all, everyone is so wonderfully friendly. And from the time I first came here, I just felt like, didn't we live here before? I mean, obviously, I must have lived here. Felt like that. It feels so much at home. It's really wonderful. But we especially loved you because you kissed all the girls in the front row. Well, see, I learned that with the Commodores. You know that story, don't you? Yeah, but you wanted to become a priest, so it was a sort of paradox. No, forget it. I knew 15 minutes after the little girl screamed on the front row back when I was in college, I knew that I was not going to be a priest. That was not going to happen. So it was a very short period of time. Very short period of time. Well, let me make that very clear. But the Commodores, they kept saying to me over and over again, kiss the girl on the front row. And I kept saying, but I don't know the girl on the front row. And so finally, I kissed one girl and 30,000 people screamed. Wow. And from then on, I've been kissing ever since. Okay. Ja, de zanger van de Commodores. Je kunt je nauwelijks nog voorstellen dat dat dezelfde Lionel is. Sunset Boulevard, Beverly Hills, Californië. Het domein van de sterren. Waar je met je hond wel, maar met een dure bolide geen indruk maakt. Tenzij je voorbij tuft met een origineel boodschappenkarretje. Hello, is it me you're looking for? Een rondleiding door het huis van een wereldster. Vanwege de privacy inmiddels een zeldzaamheid geworden. Maar Lionel heeft niet voor niets namens ons Leontien Ruiters uitgenodigd. Al was het maar om ook hier de loftrompet te steken over ons land. Holland's been this little oasis to me of freedom. Freedom of speech, freedom of expression. And that's what I love most about it. Anything that you could possibly think of, you can do it in Holland. And everyone accepted it. It was like, it was never too much. It was never over the top. Ook hier zien we opeens iets bijzonders. Is
bijzonders wat ons vertrouwd voorkomt. Naast de foto met Bill Clinton. Naast die met zijn collegaatjes Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. Naast een herinnering aan zijn vroegere ambitie om dominee te worden. En naast een portret van Mama en een paar van zijn mooiste awards is er zomaar iets aparts. Een boekje over zijn tweede thuisland. Alsof er nog extra bewijs nodig was voor zijn positieve gevoel over ons land, had hij zich, een zeldzaamheid, voor een optreden laten strikken voor een Nederlands cruisegezelschap. De hele club ging speciaal aan land voor het concert van hun held met het groot orkest van Cor Bakker. There's something I must say out loud. Yes, you. Ze hadden duidelijk de avond van hun leven. And I love you. Yes, I do. We gaan terug naar Amsterdam. Daar werd het al snel een pandemonium. Met wel ruimte voor die ene vraag. De ballerina girl. Wie was dat toch? But since you're here in Amsterdam now, you have to reveal something to us. Who was the ballerina girl? I always wondered, because there was so much emotion in the song, it must be someone special. Well, you see, the ballerina girl was actually Nicole. Nicole was the ballerina girl, and of course she's been advertising that ever since she's done all of her interviews now. So I should have known. Yeah, the next time Nicole comes this way, I'll have her do the interview. But she claimed that song, oh my God, way, way, way back. She was about 6 years old and was taking ballet lessons. And I just so that was, inspired that inspired me directly. That was wonderful. The unique thing is that she lived with you for a long time, for a couple of years already, before you decided to go to a sort of official adoption. Is that the case? Yes, we were actually. What was the reason for that? We were legal guardians for about a good 2 or 3 years. You're exactly right. Yeah. And then all of a sudden we decided, enough of this. Let's be the real parents. And so, you know, we asked her, would she like that? And she said she would love it. And the rest of it was magical. Dochter Nicole was liefdevol opgenomen in het gezin Richie. Zij zorgde ook voor nageslacht, tot grote vreugde van haar adoptievader. Ze werkte ook aan haar eigen carrière. Had zelf de status van ster. Niet alleen omdat ze samen met vriendin Paris Hilton nachtclubs onveilig maakte, maar ook door haar reality tv-serie. En het bleef niet bij één kleinkind. Opa Richie in zijn nopjes. Want als hij thuis was, en het was niet zo gek vaak, bleek hij ook een family man in optima forma. Met zijn tweede vrouw Diana kreeg hij nog een zoon en een dochter, Miles en Sophia. Inmiddels is er weer een nieuwe geliefde. De 40 jaar jongere Zwitserse Lisa Parigi. En ook uiterlijk is er sprake van een nieuwe Lionel, anno 2024. Wat zijn record sales, optredens en awards betreft, is en blijft hij een van de allergrootsten uit de Amerikaanse muziekbusiness. En wie hier maar even rond mag lopen, ziet wat dat materieel gezien betekent. Maar het moet gezegd, alles is even smaakvol.
seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrow. Yeah. We nemen er ruim de tijd voor. Dit is de uitkomst als je meer dan 110 miljoen albums verkoopt. Je 3 Grammy Awards in de wacht sleept. 6 American Music Awards. En als je 5 nummer 1 hits hebt in de Billboard Top 100. Tja, en daarnaast is Richie ook nog een succesvol songwriter en producer. Bijna te veel voor 1 mensenleven. En de cameraman kreeg maar geen genoeg van het zwembad. Wat Richie nooit is kwijtgeraakt, is zijn toegankelijkheid en zijn grote gevoel voor humor. Want ook in Carré was het regelmatig lachen geblazen. We will give the opportunity to some people who really wanted to ask a question to you. Anita Kotek, jij bent een van de privileged people. I want to know, during all those years you changed. But did your audience change with you? Yes, they did. In fact, they did something even more amazing than change. This is a business that only gives you 3 records. So you start out with that word cute, and you go from cute to handsome. My, he looks so handsome. With a lot of hair. Yes, with that hair, just the hair flowing. Then if you get any longer in the business, stay there, and you go from cute to handsome to distinguished. My God, look at him. What a man. And then, of course, you go to that last stage. Yeah. Where I get more comments than ever. My, you look so good for your age. So what happens, I'm telling you, what has happened now is the kids that started out with me, the kids of those kids are now in the audience. Wow. And so that's what's happening now. Het was een geweldig concert. En in alle opzichten hartelijke ontmoeting. Een laatste foto. Even de trui aan. Oortje inleveren. En dan de Amsterdamse nacht in. We hebben thuis direct de documentaire opgezet. Met de titel The Greatest Night in Pop. En dat is het. En dan antwoord op de brandende vraag. Kan ik nog ergens heen waar ik aan iets moois of inspirerends mijn hart kan ophalen? Ik dacht het wel. Marina Abramović, op het Amsterdamse Museumplein.